Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Ze is bijna niet van de echte Ariana Grande te onderscheiden. Links de wereldberoemde popzangeres, rechts haar dubbelganger. Het zou net zo goed andersom kunnen zijn. And look, I'm walking. I've always really liked The Way with Mac Miller. I think that's a really good song. Me and my mom used to listen to it in the car together, so... Haar naam is Paige Niemann. Ze komt uit de Verenigde Staten en is 17 jaar oud. Al jaren probeert ze de look van de popster zo goed mogelijk na te maken. I was like 10 and someone said that I looked like her and I didn't know who that was at the time. And I think I went home that day and I googled her and that's kind of like how it started, I guess. I didn't know how to do makeup at all, so my mom kind of like would do my makeup for me sometimes and I loved it, so I started to try to do makeup myself. Toy that looks like a phone, isn't it cool? I'm coming in now. En dat ging best snel, al best goed. Zo goed dat door haar filmpjes op TikTok zelfs de grootste Ariana Grande fans in de war raakten. Is het nou wel echt? Or is it Paige Niemann? This is Paige Niemann. This is Ariana. This is Paige Niemann. This is also Paige Niemann. She looks like Ariana. En dat leverde haar miljoenen volgers op. I love my followers so much. I love my fans. I want to be like a good role model for everyone, you know? Kindness is like everything. Toch gaat het er vaak lang niet zo aardig aan toe op de socials van Paige. Elke dag krijgt ze allerlei haatberichten binnen. Vooral van Ariana Grande fans. En dat begon, gek genoeg, door de popster Ariana Grande zelf. Oh, it's my brother. Did he give me the stuff? Yeah. Ze reageerde kritisch op deze TikTok-post van Paige. Ze bedoelt het vast goed, maar dat ze voor deze outfit kiest vind ik heel vreemd. Vanaf dat moment begon voor Paige de ellende. Om te laten zien dat ze hun idool steunen, begonnen Ariana-fans nare berichten te sturen. En dat is nooit meer gestopt. That's fair. Sorry. I deserve it. I mean, there's always going to be people that don't like what you do. And yeah, I have some haters, but it doesn't bother me that much. I'm my own person 100%. It's just like inspired makeup and hair. I'm always myself. Paige heeft daarom besloten helemaal niet meer over Ariana Grande te praten. Ook niet over de vrolijke momenten, zoals toen ze haar in het echt ontmoette. Maar met make-up de looks nabootsen, daar kan Paige geen genoeg van krijgen. Het lijkt er dus op dat Ariana Grande nog lang niet van haar dubbelganger af is. Everyone has doppelgangers. I've seen like, I don't know, kind of like people that look like me before. Kind of like, and it tripped me out.